U hoort het Bart zeggen, het is oorlog. Oorlog in Silicon Valley, oorlog om talent wel te verstaan. Succesvolle techbedrijven als Google, Uber, Tesla, die strijden om de knapste koppen. Ze willen ze allemaal binnenhalen. En Bart Reijnen, dat is nieuw, het wordt nu persoonlijk. Ja, dat is echt persoonlijk, want nu heeft de baas van Tesla, de grote baas, Elon Musk, we hebben hem hier al heel vaak besproken, die bemoeit zich er nu dus ook echt zelf persoonlijk mee. Wat heeft hij gezegd? Ja, het is zo dat de afgelopen maanden, jaren misschien wel, dat er heel veel mensen overstappen van Tesla naar Apple. Nou, dan is het verhaal dat Apple Tesla aan het leegkopen is, omdat ze zelf ook een auto willen ontwikkelen. Nou, daar heeft deze Musk nu in de krant, de Duitse krant, op gereageerd. Hij zegt daarover: belangrijke ingenieurs wegkopen bij ons? Ja, echt niet. Het is zo dat ze mensen hebben aangenomen van ons, maar die hebben wij ontslagen. Wij noemen Apple altijd gekscherend het Tesla-kerkhof. Als je mislukt bij Tesla, dan ga je werken bij Apple. En ik maak echt geen grapje, dat zegt hij. Dat is een stevige opmerking. Het spel wordt hard gespeeld daar. Ja, het spel wordt echt hard gespeeld, want er is wel echt zo'n oorlog gaande om het beste talent naar je toe te krijgen. Mm-hmm. En het is zelfs zo dat daar ook niet alleen de HR-types voor in worden gezet om die talenten maar aan te trekken. Maar als het echt moet, dan gaan de grote bazen zich er ook mee bemoeien. Zo spraken wij een tijdje geleden een Nederlander, en die kreeg een berichtje op een gegeven moment van Mark Zuckerberg, de grote baas van Facebook, of hij zich bij Facebook wilde aansluiten. Luister maar eens even. Ik kwam terug uit New Jersey van een werkreis en ik haalde mijn telefoon uit iPhone Airplane Mode. En bovenaan mijn mailbox stond Mark Zuckerberg, no subject. Dus eerst even knijpen, weet je wel, is dit echt, is het waar? En toen ben ik gaan mailen met hem en het voelde eigenlijk vrij normaal na een tijdje. Maar de eerste reactie was wel, what? Ja, de keuze om naar Facebook te komen was eigenlijk simpel. We hadden er nooit over nagedacht en we hadden helemaal geen plan om het bedrijf ooit te verkopen. Maar als je realiseert dat je met het hele team naar Californië kan verhuizen, centrum van de industrie, plek met heel veel getalenteerde mensen, was het heel moeilijk om nee te zeggen. Deze jongen werd dus niet alleen aangenomen, zijn hele bedrijf werd door Mark Zuckerberg opgekocht. Maar soms moet dat ook wel, want er is gewoon echt, wat ik zeg, zo'n enorme oorlog, een jacht op die talenten. En ik heb bijvoorbeeld vanmiddag even op de site van Uber gekeken, wat voor mensen die nou zoeken. Nou, dat was echt, dat viel me wel eens op, dat is mega. Kijk maar eens, die lijst die gaat maar door. Dat zijn bij elkaar 1500 mensen. En wat zijn dat voor functies dan die ze zoeken? Ja, veelal zijn het dus technici, ingenieurs, maar ook programmeurs en zo. Programmeurs, maar ook marketingtypes. Ja. En van alles en nog wat, maar wel de knappe kop. Ja, en dat klonk er dus allemaal samen aan Silicon Valley. Dat hoorden we deze jongen ook zeggen, die Nederlander. Van ja, dan ga je naar de plek daar in Silicon Valley waar al die knappe koppen samen zitten. Dat willen ze natuurlijk ook allemaal. Ja, je moet er wel heen, inderdaad. Mm-hmm. Maar als je er eenmaal zit, ja, dan verdien je ook wel bakken geld. Dus ja, want zo worden die mensen wel vaak aangetrokken. Want dat gaat om geld, die worden met geld aan het toe getrokken. Ja, nee, het is natuurlijk ook voor die mensen, als je zo slim bent, dan is dat natuurlijk het walhalla om daar te zitten. En daar kun je je bedrijf ook groot maken. Maar ja, ze worden niet voor niks gaan ze heen. Het is ook echt geld. En dan is er al de laatste tijd is het een beetje vaag van hoeveel verdien je nou als je daar zit? Nou, nu is er een nieuwe database, heb ik gevonden. Die is in februari opgezet. En daar kijken ze naar alle visumaanvragen die bedrijven als Facebook en Google doen. Dus er zijn buitenlanders die daar komen werken? Dus de buitenlanders die bedrijven aantrekken, daar moeten zij een visum voor aanvragen. En in dat visumaanvraag, daar staat ook het salaris wat die mensen dus gaan verdienen. Ja, en dan kun je dus echt zien wat deze ingenieurs, die knappe koppen, verdienen. Ja, dat zijn geen misselijkmakende bedragen. Kijk maar eens, ik heb ze op een rijtje gezet. Van onder naar boven, Tesla, daar verdien je gemiddeld dus, hè, ruim $90,000. Bij Apple $120,000. Nou, zo gaat het rijtje omhoog. Uber $124,000. Tot Twitter $134,000 uiteindelijk. En degene die er echt uitschiet, dat valt me toch wel op, dat is Netflix, waar je dus al die video's kan kijken. Die betalen gemiddeld aan hun buitenlandse mensen die ze aantrekken $214,000. Ik bedoel, het is allemaal veel geld. Begrijp me goed, dat zie ik ook wel. Aan de andere kant, $214,000 is natuurlijk voor salaris, maar het is dus alleen Netflix haalt de balken naar de norm. Even in Haagse termen te blijven, dus dan valt het nog wel mee. Nee, goed, maar dit is een beetje vertekend. Dit is alleen het basissalaris. En wat het zo is bij die techbedrijven, als je daar gaat werken, dan krijg je meestal ook een pakketje aandelen of opties. En dat lijkt misschien weinig. Bijvoorbeeld bij Uber is het verhaal dat je 0,0001% van de aandelen krijgt, of 0,0002% van de aandelen. Dat lijkt helemaal niks. Maar dan moet je wel bedenken dat Uber inmiddels $51 miljard waard is. En dan is dit hele kleine minieme pakketje aandelen toch ruim een miljoen waard. En nou, dan ben je dus eigenlijk, als je begint, al gelijk miljonair. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dat zijn mooie bedragen. Is er nog plek voor mij daar? Of, ja, je,
Het moet wel wat kunnen, Peter. Het is echt de... Het is echt daar gaan we al. De kleine top van de piramide die het echt heel goed doet. En je moet die kant op. Dus ik weet voor jou dat je een paar kleine kindjes hebt. Je moet wel naar Silicon Valley verhuizen. San Francisco is wel prettig wonen. Het is een lekker klimaat. Een vriend van mij die woont er ook. Maar wat het ook wel zo is, je moet keihard werken. Vorige week stond er nog een verhaal erover in FD Persoonlijk. Heel mooi verhaal van drie portretjes van mensen die werken. En die zeggen ook, het is 70, 80, 90 uur werken. Je houdt bijna geen tijd over andere dingen. Maar goed, dan kom je dus wel daar lekker aan de top. En dan begin je met dit soort salarissen. Begin je met zo'n pakketje van $1 miljoen. 70, 80, 90 uur, dan draaien jullie hand er ook niet voor om, vonden ze wel. In Den Haag zeker niet. Okay. Ook tegen die beloning of geldt dat alleen voor Fris? Nee, dat valt helaas tegen. Oké.